Oké, ik ben aangekomen op boerderij De Huif. Ze staan al klaar volgens mij. Ik ben hier vroeger veel geweest. Toen mijn kinderen nog klein waren, gingen ze hier altijd heen op schoolreis. En dat vonden ze superleuk, of naar de open dag. Nou, nu ga ik me in laten lichten, informeren over wat zij allemaal doen voor de kinderen in Lelystad als zorgboerderij. Dat is wat we doen, hè, met kinderen. Hè. Dus die natuurbeleving. Ja, het is alleen niet dat die kinderen allemaal een rugzakje hebben die hier komen. Maar eigenlijk zal het vanuit de stad het gebeurt heel goed zijn. Want er zijn ook wel kinderen die zeggen van ja, ik heb geen rugzakje. Waarom mag ik waarom dan mag niet ik niet komen? naar de... Nou, ik heb het voordeel dat ik dan altijd bij de overheid heb gewerkt en nog Ja. steeds nu werk. Ik werk Ja. bij de provincie nu nog. Ja. Dus Ja, dan dat zie ik. een beetje hoe de lijnen lopen, maar anders was het gewoon Zo nooit duur gelukt. beneden, 4 maanden. Eraf is. Ja, dat biedt nu wel Ja, kansen. En anders had ik niet meer nodig. nee, ja, anders moet je een hele zware procedure ingaan. En ja, ik denk dat het gewoon wel een unieke kans is om, dit is wel een van de gebieden recreatief waar heel veel kansen liggen. Als je Ja. dit volhouden en nog steeds gewoon zorg op maat kunnen Ja, leveren. want we komen natuurlijk op andere zorgboerderijen, maar als je deze kinderen loslaat, dat gaat niet goed. Want... Met die school ook, hè, waar we het over hebben met Volkwest al jaren. En die zeggen, we beginnen ermee als een pilot. En ik zeg, doe maar, iemand hoeft er visie voor te hebben, dan zitten we no time vol. Kijk, ik verwacht dat iedereen iemand die koppeling maakt en zegt van al die drop-outs, laat die opgevangen. Ja, ik zei ook, ik zeg, Het waarom gebeurt hebben we alleen dat niet. niet in Ja. Lelystad? Maar Ja. jullie zouden dat dus wel kunnen. Ja, wij kunnen. Maar ook Ja. het dag onderwijs, zeg Ja, maar. want wij werken dan Ja. met 3 onderwijsleerkrachten. Ja. Eén Okay. geeft de theorie. Jan en Bram Rooms, Jan Wort en Bram Rooms werken hier. Ja. En Ophelia En van ik Dijk deed hier. het dus ja. ook ja. zijn allemaal. onderwijskracht. Ja. En nu komt Ja. Herman Beekjes school erbij met de leerkracht. Dus het breidt wel iets uit. Maar ja, het is zo jammer. We hebben die locatie hiervoor. Het had gewoon kunnen starten. Maar het gebeurt gewoon niet. Dat Nee. gebeurt niet. Nee. En dat ligt aan geldstroom. Iemand die visie heeft Geld. op geldstroom. Geldvisie. Geldstroom en visie. Ja, die is een beetje bij. Beetje Beetje pijn bij. bij. Oké. Ja. Ja. Maar zoals dat mosselen, ja. moet je dat zelf ontbijten? Oh. Nee, dat hoeft niet. Ja. Oh. Ik kan niet eens tillen, zie je. Ze moeten hier dus verplicht weerhaakloos vissen. 2,5 kilo? Ja. Ja, met net erbij. Ja. Met 1 kilo er alsjeblieft. 56. Dat is toch niet eens. Het gebeurt vanzelf hoor. Nee, onze Heb je kinderen. wel kinderen? Ja, ik heb er 3. Ja, dat gebeurt nou, vanzelf. Ik word dat zo, jij kan dat goed. Dat zal ook heel erg leuk zijn. Ja, 10 dus, hè. Echt waar? Wordt het, Heb je er al 10 gevangen? Ja. Oh. Ja, bij elkaar. Wat een mooi beest, joh. Hij heeft er wel iets aan het puntje van zijn. Dan is de wat is dat? kant aangezwollen. Tegen de kant aan. Ja. Oh joh. Oh joh. Ze zijn wel heel sterk. Ja. Dat vindt hij ook. Hij is heel moedig, die jongen. Zal ik je helpen vasthouden? Ja, hij draait in de Ja. vorm. Nou oh, ja. Ja, dat vind ik niet leuk. Kijk, dat zijn weerhaakloze haakjes. Ja? Dus het haakje is er zo Nee, uit. Weer draad is haakloos, eraf, toch? Oh. Ja, hij is wel los. Inderdaad. Zal hem even draaien. Kan je hem Wacht even op de even, er hangt foto? nog een draad. Ja, is zo. Ja. Wauw. Ik pak even tussen. Kom nog even. Telefoontje erbij. Papa ook nog een foto maken? Ja. Hij ligt dus op een matje zodat ja, hij niet zodat hij niet beschadigd. Ja, Oh, dat kent is wel ook super niet. goed. Ja. Wow. Heb je? Ja. Ja, dus je leidinggevende ja. capaciteit is ja. Ik zei dat het misschien wel leuk om hier ook af te doen. Dus